Caroline van Buren heeft een wasautomaat geschonken aan de Kennedy Stichting. Van Buren, die nu in het buitenland woont, heeft veel liefdadigheidswerk gedaan voor de stichting. De wasautomaat is overhandigd door Audrey Chongasi, die Van Buren vertegenwoordigde. De overhandiging vond plaats in het Kennedy-internaat aan de Verlengde Gemenelandsweg. De pupillen van de stichting waren zeer onder de indruk van de geste. Middels het overhandigen van zelfgemaakte presentjes gaven zij blijk van hun waardering.